Het ergste wat we kunnen doen, denk ik, is de gevolgen van klimaatverandering zien als het probleem van andere mensen. En niet van ons, van die mensen daar, die bijvoorbeeld door een orkaan zijn getroffen. Of die door een overstroming zijn getroffen. Of door een hittegolf die zijn weerga niet kent. Je kan dan doen alsof dat niks met jou te maken heeft, maar dat is gewoon niet meer zo. Wij zijn in Nederland groot geworden met fossiele brandstof, hebben we enorm veel geld aan verdiend. En wij in het Westen hebben een buitenproportioneel groot deel van de uitstoot tot nu toe op onze rekening staan. Dus we hebben verantwoordelijkheid voor die problemen die nu ontstaan. We leven eigenlijk op een enorme dode rots, in een enorme dode lege ruimte. En daartussen zit één klein laagje en daar is leven mogelijk. Daar is alles wat wij doen, speelt zich daar af. De situatie voor het milieu en het klimaat is echt wel heel ernstig. Dus het is niet alleen de CO2-uitstoot. Er zijn ook andere broeikasgassen. Het is niet alleen het gebruik van fossiele brandstof. Het is ook onze consumptie van vlees. Het is niet alleen verwoestijning op sommige plekken en droogte. Het is ook de kap van het oerwoud. Het is ook de teloorgang van biodiversiteit. Het is ook de teloorgang van het bodemleven, wat ervoor zorgt dat we voedsel kunnen verbouwen. Dus we hebben eigenlijk met een hele cascade van problemen te maken, die allemaal heel ernstig zijn en die ieder voor zich aangepakt moeten worden. Het gekke hiervan is dat als je alleen maar blijft hangen in de problemen en in het schuldgevoel, dan los je het niet op. Als je gaat zien hoeveel kansen er zijn om iets aan te passen, dan verandert er iets. Mensen zijn verhalen vertellende wezens. Wij vertellen elkaar continu dingen. We gebruiken woorden om aan te geven welke dingen we graag willen, waar we naar streven, waar we op hopen. En al dat soort dingen bepaalt eigenlijk ook een soort van de radius van onze acties. En dat bepaalt een verhaal. Dus als je elkaar als land of als cultuur een verhaal vertelt over olie is fantastisch. En als je dat verhaal maar blijft vertellen, en daar kunnen we goed veel geld mee verdienen, en daar hebben we heel veel banen mee gemoeid, en we zijn ook heel goed in aardgas, dat is heel belangrijk allemaal, dan blijf je dat soort dingen ook doen. Maar als je andere verhalen begint te vertellen, en als die verhalen gemeengoed worden, en zeg maar door de kamer verspreiden als de slappe lach, weet je wel, als het gewoon iets wordt wat leeft, waarom dan zullen dat soort opties het winnen. De opkomst van duurzame energie gaat echt razendsnel. En dat zie je vooral aan dat dingen die we nodig hebben in de toekomst goedkoper worden. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen, die gaan met een soort van militaire precisie kun je voorspellen hoe ze goedkoper worden. Omdat de schaal waarop we die dingen produceren steeds groter wordt. Omdat ze steeds weer worden afgenomen. En wij leren steeds beter hoe we die technologie kunnen gebruiken. Dus je ziet eigenlijk nu een soort van een groeiend bos van oplossingen. Waarvan zonnepanelen en windmolens de bekendste zijn. Batterijen komen nu ook, hoor je ook steeds meer over. En dat groeiende bos, dat is nu aan het opkomen. En dat gaat ons allerlei oplossingen leveren. Als je nu energie koopt, dan gaat het geld naar een klein groepje van bedrijven en hun aandeelhouders. En die verdienen daaraan en die regelen van bovenaf jouw energievoorziening. Daar heb je eigenlijk verder niks mee te maken. Maar daarmee hebben zij ook heel veel macht vergaard. En eigenlijk wat zou kunnen gebeuren, is dat we die duurzame energiebronnen veel meer van de burger maken. En dat wij de eigenaar zijn, dat wij ze op ons eigen dak hebben, of op een flat in de buurt, of waar dan ook. Dat wij eigenaar zijn en dat wij daarmee ook de macht decentraliseren, dus naar ons toetrekken. En wat je dan kan zien is meer sociale cohesie, meer democratie en meer zelfbeschikking. Als je nu door Nederland loopt, zeg maar, je loopt door een winkelstraat en je ziet iedereen winkelen bij de Primark en de Action en de H&M en je ziet allemaal winkels en je weet dat al die mensen ook misschien een auto hebben en dat ze thuis gas verstoken en je weet dat Shell daar belang in heeft en de overheid, dan kun je denken, dit gaat nooit veranderen. Maar veranderingen die kunnen toch gebeuren en die gaan best snel en dat is al heel vaak gebeurd en de mensheid heeft zich al heel vaak op een radicale manier verbeterd. En dat kunnen we nu opnieuw doen.